Goeiedag. Op veel plaatsen zien we zon en stapelwolken, zoals op deze foto. Maar in het noorden van het land, daar komt toch echt wat meer bewolking voor. Hier kunnen we dat mooi zien. Dat is ook af en toe echt wel dikkere bewolking. En daar vallen dus een aantal buien. Dat wil overigens niet zeggen dat er ergens anders geen bui valt. Want ook in het midden en zuiden zien we wel een paar buitjes voorbij schuiven. We kunnen dat mooi zien op de radarbeelden van vanochtend. Een enkele bui gaat ook gepaard met onweer. Dit exemplaar bijvoorbeeld, dat leverde wat onweer op. Nou, dat kan ook bij een andere bui gaan gebeuren. En vanmiddag gaat dat nog wel even door. Aan zee dus de meest droge periode. En ook in het zuiden van het land zal het over het algemeen wel droog zijn. Hier zien we ook dat die buien gaan verdwijnen vanavond. Dan is het helder. En morgen krijgen we dan te maken met een droge dag. En zijn er flinke zonnige perioden. En dan kan de temperatuur ook geleidelijk aan gaan oplopen. Vanmiddag is het zo'n 16 tot 17 graden in het noorden. Meer naar het zuiden toe wordt het 17 tot 20 graden. Zoals gezegd, een paar buien en een enkele bui kan gepaard gaan met onweer. Er waait een zwakke tot matige wind uit het westen of noordwesten. Vannacht dan kan er hier en daar wat mist gaan ontstaan, want het klaart op en de wind die valt ook wat weg. Temperatuur daalt naar zo'n 5 tot 7 graden. En morgen dan die droge dag met zonnige periode. In de ochtend misschien nog wel hier en daar even een mistbank in de vroege ochtend, want dat gaat allemaal vrij snel verdwijnen. Temperatuur kan dan oplopen naar zo'n 17 tot 22 graden. Aan zee dus de laagste temperaturen, maar er staat wel tegenover dat daar de zon het vaakst en het langst kan schijnen. En dan de dagen erna, vrijdag, ook nog een prima dag met veel zon. Dat geldt eigenlijk ook voor de zaterdag. De temperaturen boven de 20 graden. Tijdens de Pinksterdagen moeten we wel rekening houden met een paar buien. Op zondag kan daar misschien ook nog wel een stevige bui tussen zitten. En vanaf dinsdag zien we dat de temperatuur weer iets naar beneden gaat. En ook dan kan er een bui vallen. Fijne dag.